Welkom bij een nieuwe serie Spunk Podium, de zevende alweer. Met veel talent, artiesten, kunstenaars en een scala aan onderwerpen. Deze toetsenist is Lieke en zij is toetsenist van Vieren. Mooie, eerlijke, poëtische, Nederlandstalige popmuziek. Vieren is hier te gast. Ook Loskop, die pas de EP Blauwdruk releasede. En Loskop is een heel nieuwe weg ingeslagen. We gaan ook elke week een schilder leren kennen. En die is dan te zien bij de Biennale Overijssel. En daarom is Henk Lasje hier. En Pronk vlogt. Want Pronk zit niet meer in Luttenberg, maar die heeft een hele verrassende move gedaan. En hij neemt ons mee dan in zijn move naar die verrassende plek. Maar eerst, hier is Loskop. Ik ben Loskop, muzikant en een veelvoeler. Na een leven lang tranen wegslikken en maskers verzamelen, was het 2 jaar geleden tijd voor een andere weg. Een weg naar binnen. Terug naar mijn binnenwereld en luisteren wat ze te zeggen heeft. Zo schreef ik de afgelopen 2 jaar 12 nummers die ik heb gebundeld tot mijn debuutalbum Blauwdruk. Verhalen die gaan over het herverbinden met mijn binnenwereld. Over het aankijken en bevechten van mijn innerlijke draken. Groter worden, zachter worden. En thuiskomen in mezelf. In 2019 won ze de landelijke finale van de Kunstbende met een nummer met een zelfbedachte taal. 5 jaar later was ze finalist bij de beste singer-songwriter. Deed ze mee aan de Grote Prijs van Nederland,
de popronde en speelde in alle grote popzalen. Toen ze in 2019 haar debuut-EP onder haar eigen naam Valentina uitbracht, stond ze tijdens een uitverkocht concert te huilen. Het was op. Ze stopte met alles. En begon weer aan het begin. 2 jaar geleden kwam ze terug, in een nieuwe vorm. En heet nu Loskop. Loskop, wat een bijzondere naam. Hoe kwam je daarop? Ik wilde sowieso een andere naam dan mijn eigen naam, waar ik onder had gespeeld. Een nieuw hoofdstuk. En ik had ooit ergens, misschien op Pinterest of zo, zag ik van die woorden voorbij komen die je niet kan vertalen in een andere taal, zoals gezelligheid. Dus niet echt te vertalen. En er stond dus ook een Zuid-Afrikaans woord bij, loskop. Tuurlijk, ja. Ja, en ik vond dat fonetisch gewoon zo, gewoon bam, loskop. Je dacht, het past bij mij. Ja, terwijl ik ging er later over nadenken en toen, nou, ik moest er niet over nadenken. Het was gewoon gevoelsmatig. En mijn vriend zei ook, ja, dit klopt. Ja, dit moet je doen. Dus zo. Want wat gebeurde er? Eigenlijk had je al een hele mooie carrière. Maar er kwam toch een moment dat je dacht, ik laat alles helemaal los. Ja, het was aan de buitenkant zag het er misschien uit als een mooie carrière. En lekker aan je carrière werken en lekker op weg. Maar van binnen, ja, veel spelen. Ja, precies. En ja, veel meer bereik inderdaad. Maar van binnen ging het niet goed. Ik noem het nu een creative burn-out eigenlijk. Ik was zo erg bezig geweest met hoe ik dacht dat het hoorde als muzikant. Gewoon de traditionele muziekindustrie dingen. Ik moet op 3FM, ik moet op de, in plaats van gewoon vanuit mijn eigen wortel nadenken van, oké, en wat wil ik eigenlijk? Maakte je niet de liedjes die je wilde maken? Jawel, dat is wel gebleven. Maar daar liet ik die innerlijke draken, zeg maar. En dat perfectionistische, dat hield ik wel daarbuiten. Maar soms lukt het me niet om überhaupt te gaan zitten, omdat ik mezelf niet eens kon horen, omdat er zoveel draken in mijn hoofd zaten. Ja, ik noem dat dan draken, die van alles tegen me zeiden. Je moest het beest in de bek kijken. Ja, beesten. Ja? Ja, wel meerdere. Ja. En dat is heel goed geweest. Dat was nodig. En ik heb een half jaar die gitaar aan de kant geschoven. En toen kwam er weer een zuivere, intrinsieke motivatie om te maken, om te spelen en te experimenteren. En spelen niet eens als een muziek spelen, maar spelen als een kind. En dat is natuurlijk waar het over gaat. In ieder geval voor mij. En dat vond ik terug. En toen heb ik dat, zeg maar, underground zo, heb ik gewoon gedaan en gespeeld. Ik kocht de piano. Oh, je liet het niemand weten? Ja, dat had ik wel nodig. Dat moest ik even helemaal in mijn eigen cocon ontdekken. En toen ben ik uiteindelijk, voelde ik, ja, nu wil ik weer naar buiten treden. En dat was met zoveel meer. Ik was ook gewoon gegroeid als mens. Het was niet alleen een creative burn-out. Er was ook nog veel, waren ook nog veel draken die ik moest aankijken, oh ja? Überhaupt. Gewoon uit het verleden? Ja, ja. Die nog niet, die nog gewoon hard schreeuwden in mijn hoofd. En die, nou ja, dat herkennen denk ik veel kunstenaars. Die komen gewoon naar, nee, niet gewoon. Het is zo een kwetsbaar, diep persoonlijk proces, kan het zijn, maken. Creativiteit, maar ja. Natuurlijk. Want het, je moet naar binnen om, ja, te kunnen schrijven, te kunnen brengen, te kunnen zingen, ja, überhaupt. Want zingen is natuurlijk ook live. Precies. Ik ben ook anders gaan zingen. Bij mij zat er heel veel blokkade hier rondom mijn stem durven te laten horen. Ja, als je moet huilen, dan gaat het ook eerst hier zitten. Ja. En dan pas komt het. Dat, ja, is ook zo. Nou, ik heb daar veel werk in gedaan en ik ben echt anders gaan zingen. Ik kan nu dus veel zuiverder, vind ik, zingen. Minder gespannen. Je zingt prachtig en heel klein ook. Dat zoek je dan dus ook op. Ja, bedoel je als in wat zachter en wat, ja, je genuance? Ja, precies. Ja. Ja, ik speel daar wel mee. In dienst van het verhaal, dat wel hoor. Mm-hmm. Het is niet een, ja. Nieuwe EP? LP. LP, blauwdruk. Longplayer. De ouderwetse, met, ja, 2 gekleurde dingen erin. Ja. Een blauwe en een rode. Ja, klopt. Je gaat ons nog een nummer laten horen. Hoe heet dat? Mens heet dat. En dat gaat over? Nou, ja, dat gaat over een van die draken
En dat is dat een van die draken tegen mij vertelt dat ik een monster ben. Als ik nou iets onhandigs heb gedaan, dan ben ik gelijk zo... ben ik gelijk zelfkastijding aan het doen. En die, ja, dat nummer heeft me heel erg geholpen om mezelf eraan te herinneren. Oké, wacht even. Je bent geen monster, je bent een mens. Sterk, ben al zo ver gekomen. Ik kan nu in mijn hoofd wonen, maar je staat op de stoep. Het ging zo goed. Ik sta nu op straat en ik voel me vraag. Ik wil dat je ziet. In deze serie Sponk Podium zie je elke week een vlog van Arjan Pronk. Hij is een notoire Sallander, woonde altijd in Luttenberg en wilde ook niet verder dan een paar kilometer van huis. Want deze grond, dat was zijn thuis. Maar wat schetst onze verbazing? Deze notoire Sallander emigreert naar het Spaanse platteland met zijn Marijke en twee tackles. Nog hem genieten van de drassige Sallandse reuzenrug. Oh, wat een mooi spul, hè? Jullie met de buis straks. Dan maar bij die trekkingsaks in dat hier te Spanje. Dat, hè? Met die korte purie zo. Bam, die hier de grond. In de regen, de regen, de regen, de regen, de regen. Hoe doe je dat, prof? Hé? Gaan jullie naar Spanje? Dan kom je zo, Abby. Helemaal naar Spanje. Het is toch hier de keel. Er staat niks aan doen. Je praat al die plaatsen. Wat ben je toch met? Tuurlijk om al een pinnagezen gehoord. God, wat ben je toch zonder pinnagezen? Dan moet ik mijn papa die zijn klompen stoppen. Of mijn gitaar. Nou. In de ring. In de ring. Mooi. Wat? Godverdomme. Ik zie de nummer die zo tranquilo was, maar ka. Tranquilo. Kulo. Het kwartaal stelt er iets van de ver. Die zaten vanmorgen in een hotel met allemaal bejoren Scandinaviërs. En dan denk ik van, godsallemachtig. Wat trouw die nu plat kan er geen kloon van verstoren. Toen kwam ik op een zak dat het Scandinaviërs waren. Maar straks zijn we de notaris en Abu hier vergoed. Klaas, klaas, schwoks, klots, boem. Best nog best wat te doen zonder klomp. Ga je ook korte broek dragen dan? Nee.
Ik denk niet dat het echt tranquilo is. Er zit een korte box aan doen. Maar wat betekent tranquilo eigenlijk? Heinega. Heinega. Culo. Tranquilo. Kijk. Ja, zo'n zijn hier alle drukke niks. Zijn alle vinger in stek. Wat we ook elke week gaan zien, is een filmpje van een schilder van de allereerste Biennale Overijssel. En jij bent de initiatiefnemer in de kunsthal in Almelo. Wat was jouw idee, die Biennale Overijssel? Hey, ik ben zelf schilder. Ik ben al 30 jaar bezig met het promoten van schilders uit de provincie Overijssel. Omdat ik heb een aantal gekend. En als je ziet hoe bescheiden ze zijn, dan denk ik van ja, die blijven altijd een beetje in de schaduw. Ik heb veel tentoonstellingen gemaakt. Ik ben veel werken tegengekomen in depots van musea. Maar ook bij mensen thuis of in opslag. En ik dacht, god, ik heb het nu zo vaak gedaan met een tentoonstelling van één schilder. Ik denk dat ik nu dat ik het leuk vind om een soort biennale te maken. En dan ieder jaar of iedere twee jaar terug te komen met een andere selectie schilders. Omdat er zoveel schilderkunst is in Overijssel, of die over Overijssel gaat, of die gemaakt is in Overijssel. Ja, ja. We hebben een veel rijkere historie dan dat we onszelf realiseren. Ja, maar dat komt ook omdat wij heel veel mensen niet kennen. Door die bescheidenheid? Ja, ook. Maar ook omdat het niet wordt opgehangen. Waarom niet? Ja, dat is een vraag. Van musea kan ik het me voorstellen, want ja, die zitten met bezoekersaantallen. Die moeten scoren met bepaalde tentoonstellingen. Maar dat betekent dat heel veel schilderijen die goed zijn uit onze eigen provincie, dat die gewoon in het depot blijven staan. Dat is jammer. Ja. Maar goed, wat is er dan? Kijk, je hebt een kleine Wolfenkamp meegenomen. Je hebt een Volkert Haanstra senior meegenomen. Ja. Dat is toch fantastische kunst om naar te kijken, hè? Ja, dat zijn juweeltjes. En dit zijn schilderijtjes van particulieren. Die kom je normaal nooit te zien. Dat is het natuurlijk ook. Ja. En dat ga jij laten zien? Ja, en dat ga ik laten zien in Kunsthal Almelo. Tot voor kort heette dat Kunsthal Hof 88, ja. Maar die naam is veranderd. Ja. En ik vind het de mooiste kunsthal van Twente, misschien wel van Overijssel. Want je hebt daar zoveel mogelijkheden om goed te kunnen presenteren. En wie gaan we dan nu zien deze eerste keer? Mag ik ze nu oplezen? Nou, niet allemaal. Noem er een paar. Ja, maar dat zijn er maar 12. Oh. Maar we hebben een serie en de komende vijf, ja. Doen we en lichten we er steeds één schilder uit, hè? Ja, ik ben zo klaar. Gerrit Hendrik Geubel, Paul Borivet, Jan Voerman, Volkert Haanstra senior, Jan Broeze, Stien Eelsing, Theo Wolvenkamp, Thijs Buit, Jo Plasmeijer, Peter Geerts, Tamme de Boer en Marisha van Hattem. Ik hoor ook een aantal nog levende kunstenaars. Klopt. Ik werk niet alleen met dode kunstenaars, ik werk... dit is een biennale van 1800 tot heden. De schilderkunst van 1800 tot heden. En dat betekent dat je een mooi overzicht kunt laten zien ook van de tijd. Ja. En meestal is het zo dat je, als je abstracte schilders hebt, ik noem een Picasso bijvoorbeeld, of een Mondriaan, die zijn allemaal heel klassiek begonnen. En langzamerhand ontwikkelen zich die tot hetgeen wat wij dus van Mondriaan weten met horizontaal verticaal. Of wat wij van Picasso weten. Ja. Nou, en zo'n biennale geeft ook een aardig beeld van zo'n soort ontwikkeling. Omdat je kunt namelijk prachtig die schilderijen in de tijd zien. Ja. En ook dus de schilderkunst uit of in Overijssel ook in de tijd zien. Ja. Het is een fantastisch boek. Ik mocht het al eerder zien, want de tentoonstelling moet nog geopend worden. En wat zo ontzettend leuk is dat we dus in deze uitzending elke keer een kort filmpje van één schilder gaan laten zien. Ja, dat vind ik ook heel leuk. En wat betreft die catalogus, het heeft 80 pagina's. En om het aantrekkelijk te maken, verkopen we die in de kunsthal en ook bij de boekhandel, bijvoorbeeld Boekhandel Broekhuis, voor 15 euro. Dus dat is een ideaal bedrag. De bedoeling is om over twee jaar weer zo'nzelfde catalogus te maken, zodat je na een aantal jaren, ik doe de eerste vijf biennales, krijg je een behoorlijk overzicht van wat hebben er nou voor schilders geleefd en gewerkt in Overijssel. Ja, ja, mooi. De tekst is van jouw hand. Nee.
Wat? De tekst is nee, van... maar ik was nog niet uitgesproken. Sorry. De tekst uit de filmpjes is van jouw hand. En ik heb het ingesproken. En elke week leren we een schilder een beetje beter kennen. Is goed, ja. Deze keer is het... Gerrit Hendrik Geubel. Dit najaar wordt er een nieuwe traditie in gang gezet. De Biennale van Schilderkunst uit Overijssel. In de kunsthal in Almelo maakt kenner en schilder Henk Lasje elke twee jaar een tentoonstelling over schilders in Overijssel. Denk aan Voerman, Haanstra en Wolvenkamp. En wat is er nou leuker dan deze schilders die aan onze regio verbonden zijn een beetje te leren kennen? Vandaag is het podium voor Gerrit Hendrik Geubel. Want de oudste schilderijen van deze eerste biennale zijn van zijn hand. Geubel werd geboren in Raalte in 1786 en overleed in 1833 in Deventer. Geubel is een wat vergeten schilder en dat is gezien zijn kwaliteit niet terecht. Hij kreeg de eerste lessen van zijn vader, die huis- en rijtuigschilder was. En daarna volgde hij lessen op de Tekenacademie van Deventer en de Amsterdamse Academie. Hij was een romantische schilder van schoonheid, gedetailleerd. Zijn voorkeur lag in het landschap, in Overijssel, maar ook daarbuiten. Maar schilderen in de natuur deed men in die tijd nog bijna niet. Buiten werden schetsen gemaakt die daarna in het atelier werden gebruikt om het schilderij te kunnen maken. Zijn onderwerpen zien er romantisch en vredig uit. Boerderijen, landwegen, knoestige bomen en korenschoven. Met hier en daar een mens. Geubels werk zie je in het Stedelijk Museum Amsterdam, het Rijksprentenkabinet, Museum De Waag in Deventer en in de collectie Overijssel. En op de tentoonstelling hangt een prachtig schilderij van de gemeente Raalte. Mooie dromen komen uit, ik hoor altijd een geluid dat roept naar mij, ze zal me blijven vragen. Of ik wil drijven op de tijd, nooit meer weten over spijt, los te laten wat ik niet kan vertragen. Maar ik ga liever door het donker, voel mijn wonden, leef mijn zonde. Ik ga liever moeten dragen wat ik heb gedaan, want dat heeft mij gemaakt. Ik kan niet blijven waar ik ben, want ik groei verder als me sterker dan ik ooit was. Kan niet blijven bij wat ik ken. Wil meer beleven in het heden, durven delen. Ook in de slechte tijden zal ik naar voren kijken. Want ik kan niet blijven waar ik ben. Dus ik leef in het moment. Mijn vragen krijgen zelden antwoord, vindt dus niet in mijn hoofd. Altijd malend over toen en later. Maar ik wil niet drijven op de tijd, dan raak ik zo mezelf kwijt. Dus zal ik steeds mezelf moeten herhalen. Ik kan niet blijven waar ik ben, want ik groei verder als me sterker dan ik ooit was. Ik kan niet blijven bij wat ik ken, wil meer beleven in het heden. Ook in de slechte tijden zal ik naar voren kijken. Want ik kan niet blijven waar ik ben. Dus ik leef in het moment. Laat me maar niet gaan. Ik kan niet blijven waar ik ben, want ik groei verder als me sterker dan ik ooit was. Ik kan niet blijven bij wat ik ken, wil meer beleven in het heden, durven delen. Ook in de slechte dagen zal ik naar voren kijken, want ik kan niet blijven waar ik ben.
Ik had het mezelf beloofd. De band Vieren uit Enschede maakt muziek voor het hart. Met strijkers en een elektronische sound brengt de band poëtische nederpop. Openhartige teksten gedragen door het ensemble. Vieren's debuut-EP is nu uit en heet Hier ben jij. Ja, 6 nummers op die debuut-EP. Klopt, ja. Ja. En vandaag speel je De Val. Waar gaat het over? Ja, De Val gaat over terugvallen in oude gewoontes en oude herinneringen die steeds weer terugkomen, waarvan je dan denkt van, oh, ik dacht dat ik hier voorbij was, maar het komt toch weer opzetten. Jullie bestaan 1,5 jaar. Jullie kennen elkaar allemaal van het conservatorium. Mm-hmm. Dit is een kleine bezetting, want wat is jullie bezetting normaal? Ja, normaal hebben we hierbij dan nog drums en bas. En nog een violist. Ja. En dus 3 strijkers. Hè? Ja. En jij gitaar. Vertel eens waarom. Nou, het zit eigenlijk zo dat ik schreef altijd... Ik schrijf alles dan thuis. En eerst trad ik altijd solo op. Maar ik hoorde in mijn hoofd altijd de instrumenten die ik erbij wilde. Die hoorde ik al in mijn hoofd. Dus met een normale bandbezetting was ik dan niet helemaal tevreden. Want ik hoorde de hele tijd strijkerselementen en... Toen heb ik gewoon Marius op zijn schouder getikt in de gangen en gevraagd of hij me kon helpen daarmee. Ja. Dus, ja. En zo hebben jullie uitgebreid en zijn jullie nu met z'n 7e. Ja. Vandaag met z'n 4e, zometeen speel je De Val. Yes. Waar kunnen we jullie nog meer vinden? Ja, op social media sowieso overal. Instagram. Vieren_music. En en dus op Spotify, want daar zijn die 6 nummers te vinden. Ja. Fantastisch. Maar nu De Val. Ik had het mezelf beloofd dat ik niet terug zou gaan. Mijn angsten had ik al lang verdoofd, hun kreten had ik niet verstaan. Maar toch voelde ik me alleen en toch kon ik niet altijd opstaan meteen. Dus viel ik weer terug tot ik niet meer mezelf kon zijn. Ik had mezelf niet geloofd als ik had gezegd dat ik hier weer zit, alleen met mezelf en mijn gedachten. Met al die oude gevoelens, die oude verhalen, die oude pijn, onbeantwoorde vragen. Ik kan het niet loslaten. Steeds voel ik me wel eens alleen. En nog steeds kan ik niet altijd opstaan meteen. Dus val ik weer terug tot ik niet meer mezelf kan zijn.
alles dat je zei, je gaat maar niet weg. Het voelt alsof je telkens zo hier bij me staat. Ik weet niet wat ik moet wanneer jij bij me staat. Dank jullie wel, Loskop. Dank je wel, Henk Lasje. Dank je wel, Dit Was Spookpodium. Voor deze keer, prima. Volgende week Spookpodium.